moet even naar de boekenwinkel en ik moet even brood kopen. Laplace Vloer Dubbel Donkvolk. Als je brood koopt, dagelijks brood, koop je volkorenbrood, niet bruin brood. En ook niet wit brood, want je bent geen kind. Volkorenbrood. Er zijn eisen aan volkorenbrood. La 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 la, brood, volkoren. Dus. Volgens de definitie van volkoren in artikel 16 van de warenbesluit meel en brood mogen meel en brood volkoren worden genoemd als daarin alle bestanddelen van de desbetreffende graansoort in een natuurlijke verhouding zitten. Ah, ik dacht dat het ging over vezels. Volkorenbrood, waarom koop je dat? Omdat het veel voedzamer is dan die andere broodsoorten. Donker brood is een beetje stom. Dit is het allebei. Donker en volkoren. Maar ik denk dat het donker is omdat het volkoren is. Maar je hebt ook donker brood wat niet volkoren is. En je hebt bruin brood wat helemaal nergens op slaat. En je hebt natuurlijk croissants. Die heel lekker zijn. Vooral met kaas. Ik heb een kastrecept met volkorenbrood. Broodje Bosma. Paul Bosma is mijn oud collega. En op dit moment mijn op 23 na beste vriend. Toen Paul Bosma mijn collega was, maakte hij wel eens een lunchgerecht. En dat vond ik op dat moment best wel bijzonder. Want ja, ik nam gewoon, weet ik veel, kwark of een broodje kipfilet. Mijn creativiteit die reikte ongeveer tot daar. En Paul Bosma, die maakte een broodje met 3 ingrediënten. Pikante hummus. Zo spreek je dat uit toch, hummus? Hey, je kunt wel hummus zeggen, maar dan is er altijd wel iemand uit Israël die zegt, zegt die hummus. Hüttenkäse. Is het brood dus even toasten? Is het een beetje lekker warm, enkel kant en toch nog een beetje zacht? Smeuïgheid erop en de frisse, ja, een beetje, I don't know. Het is gewoon een goede combinatie van smaken en structuren en voedzaamheid. Het broodje Bosma. Ik doe er altijd nog een beetje kruiden op. Dit is dille, koriander, peterselie en bieslook. En een beetje zout. Een beetje peper. Het broodje Bosma. De echte oplettende kijker en luisteraar en volger, shout-out die volger, kent Paul Bosma van mijn allereerste podcast in, denk 2018 met Paul Bosma. Best beluisterde podcast. Heb je de recept niet onthouden? Maak eventjes een screenshot. Doe dan. Wil je nou meer kastrecepten? Laat het dan even weten in de comments. Paper update. 5 van de 6 groeien gewoon. Baobab update. Hier komt iets de grond uit. Hier komt iets de grond uit. Hier komt iets de grond uit. En? Ja. Koriander update. Gaat ook goed. Moet eigenlijk ook verpot en uitgedund worden. Want kijk. Thaise basilicum update. Komt eraan. Dagga update. Gaat ook goed. En wat te denken van deze Indian shot. En dan een kaneel groeit en groeit. Dit dan, dit blad. Dit is één blad. Is toch cool? Ja, dit is ook helemaal mooi. Hier is er nog één. Ja. Er komt een mooie tijd aan met goed groeiende groene planten. Doei.